En ik ga ook meteen eventjes overschakelen naar Mike Starink om te kijken waar hij zich bevindt en waar hij naartoe gaat. Hey, hallo Margreet. Ik ben onderweg naar een rugbytraining van Meenat. Nou, hoop ik dat ik zijn naam goed uitspreek, want mijn Macedonisch is niet meer zoals het geweest is. Meenat is al 7 jaar een fanatiek rugbyspeler. En dat doet hij al een kleine 3 jaar bij ARC Amstelveen. Een ander team, wat wel bij ARC hoort, zijn de Amsterdam Lowlanders. En dit team, dit gay rugby team, wil volgend jaar meedoen aan de Bingham Cup in Sydney. Om al deze rugbyspelers nu over te vliegen, is er veel geld nodig. En daarom hebben ze een aantal ludieke acties bedacht, waaronder, jawel, een heuse naaktkalender. Nou, straks meer. Ja, ben benieuwd. En wat ik ook fijn vind, ik mag nou Mike Starink aankondigen. En als het goed is, dan zit hij nu op het rugbyveld met Nenad. Nenad, allereerst hartstikke leuk dat ik vanavond met je mee mag. Wat gaan we doen? Wij zijn hier bij mijn clubhuis, ARC. Ja. Het is een beetje donker, maar wat voor een clubhuis is dat? Het is een rugbyclub. Amstelveense rugbyclub. En hoe lang rugby jij al? Nu 7 jaar. En wat is er zo leuk aan rugby voor jou? Het is een uitdaging. Vertel. Nou, ik heb altijd al uitdagingen gezocht in sport, in het leven. Voordat ik rugby deed, heb ik breakdance gedaan. En voordat ik breakdance deed, heb ik op turnen gezeten. Oké. En rugby is mijn nieuwe uitdaging. Je nieuwe passie, ja. Mijn nieuwe passie. Ik train eigenlijk bij het eerste team, ARC 1. Ja. Maar ik ben ook onderdeel van de Lowlanders. En wat zijn de Lowlanders? De Lowlanders zijn is een groep mannen die internationaal op tours gaan en die wedstrijden spelen tegen andere homomannen. Niet alleen maar homomannen, we hebben ook hetero mannen die ook Lowlander zijn en die ook gewoon met ons meetrainen en meespelen, ook internationaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen kijken en denken van ja, waarom moet dat nou? Waarom is dat nou nodig? Waarom moeten jullie nou je eigen gay rugby team club hebben? Begrijp je wat ik bedoel? Wat is het grootste vooroordeel? Nou, ik denk dat mensen denken dat wij helemaal niet bezig zijn met de rest van de wereld. Dat wij afgezonderd van de hele wereld zijn en dat wij alleen met gay rugby spelers te maken hebben. Ik denk dat wij als een groep veel meer kunnen betekenen in de acceptatie en de integratie van agressie tegen homoseksualiteit of juist? Juist homofobie in sport tegen te gaan in de hele sportwereld. Ik denk dat er veel meer professionele spelers uit de kast moeten komen. Om ook homofobie in sport tegen te gaan. Mm-hmm. Maar dat is heel makkelijk gezegd. Die mannen die krijgen ook heel veel betaald. Dus, denk je dat dat het is? Denk je dat dat het is? Het geld? Ja, ik denk dat het geld is. En ook angst om niet meer op professioneel niveau te gaan spelen. Dat hun tegenhoudt om uit de kast te komen. Bij rugby is dat heel anders. Ik weet niet of jij Garrett Thomas kent. Nee, maar dat ga jij me nu uitleggen. Garrett Thomas is de eerste professionele rugbyspeler die uit de kast is gekomen. En hij is nu inmiddels een gay icoon. En jij hoopt dat velen zullen volgen? Kijk, ik hoop dat velen kunnen inzien nu. Dat het oké is. Want ik heb zelf ook heel erg met mijn homoseksualiteit gezeten. Voornamelijk ook omdat ik uit Macedonië kom. En hoe zit dat nu met jouw familie? Accepteren ze dat je homoseksueel bent? Mijn moeder weet het. Mijn vader stiekem me ook. Dankjewel. Nee, vertel, je moeder weet het en je vader weet het ook, maar... Maar daar hebben we het gewoon niet over. Nee. Vind je dat moeilijk? Nee, want ik heb niet anders gekend. Ik vind het wel jammer, want als ik het bij vrienden zie, dat zij gewoon alles kunnen delen met hun familie.
Vind ik het wel jammer dat ik het niet kan, maar ik vind het goed zo. Het is goed zo. Ik heb vrienden daarvoor en ik ben nooit gelukkiger geweest dan dat ik op dit moment ben in mijn leven. Het plan is er om inderdaad volgend jaar naar Sydney toe te gaan. Vertel, wat is er in Sydney te doen? Nou, dus je hebt twee soorten toernoois. Je hebt de Union Cup en je hebt de Bingham Cup. Volgend jaar is weer de Bingham Cup. Ja. En wat voor jaar... cup is dat? En dat is een cup dat Bingham komt van de naam Mark Bingham. Ja. Mark Bingham is iemand die, een homoseksuele rugbyspeler, die is omgekomen tijdens de kaping van een van de vliegtuigen van 9/11. Oké. En zijn moeder heeft het initiatief genomen om een toernooi te organiseren voor, niet alleen voor, maar voornamelijk voor homomannen die rugby spelen en die graag een verschil willen betekenen. En het verschil is dat zij ook deelnemen aan deze beweging om homofobie uit sport te roeien. Ja. Nou, bestaat een rugbyteam uit hoeveel mensen? 15. Dus jullie moeten met 15 man? Op het veld. Op het veld? Ja, maar er zijn nog 7 langs de kant. Oké. Dus dat maakt dat je 22. Met 22 man daar naar Sydney toe moet. Dat is een dure aangelegenheid. Ja, en daarom zijn wij juist heel veel acties aan het ondernemen om onze droom te verwerkelijken. De kalender 2014. En hij verschijnt nu ook links van jou in beeld. Voor de kijkers rechts, kijk er even naar. Kijk even naar rechts, dan zie je je kalender. Ik moet naar rechts, oké. Okay. Nee, voor jou dan naar links, okay, inderdaad. Oké, voor mij dan naar links. Okay. Kijk, daar is die. Waarde je dat om naakt te poseren voor de kalender? Bijzonder. Vertel. Op zijn zachtst uitgedrukt. Nou, het was een van de meest gênante momenten in mijn leven. Vertel, hoezo? Nou, je staat daar met een bal en je bent gewoon echt op en neer aan het springen. Terwijl een vrouw met haar hond gewoon langs je voorbij loopt en je gewoon aan zit te staren. Oh, goedenavond. En dan sta je daar met de bal en dan kan je niks anders dan alleen maar goedenavond zeggen. Want rennen heeft geen zin, want je bent sowieso naakt. Ze heeft je penis al gezien, want je bent de hele tijd op en neer aan het springen. Je bent gewoon helemaal bloot. Ja. Letterlijk. Wat vind jij het mooiste aan jezelf? Aan je lijf? Of aan jezelf? Ja, vind ik een moeilijke vraag. Het mooiste deel van mij. Ik denk mijn ogen. Want ik heb precies dezelfde ogen als mijn moeder. Is mijn haar nog oké? Okay? Even kijken. Ja. Gaat het zo mee? Ben je moe? Ja, heel erg. Heb je het een beetje kunnen filmen? Zeker. Maar heftig, man. Ja? Ja, ik vind het heftig. Ach. Is het ook, hoor. Nou, en wat ik leuk vond om te zien is, maar dat gaf je zelf al aan, dat homo's en hetero's wel degelijk samen kunnen sporten. Ja, natuurlijk. Kijk, als je naar dieren kijkt, je ziet ook niet een kip de hele tijd op en neer kwekken wanneer twee mannelijke varkens met elkaar aan het seksen zijn of wanneer
een hetero vaker met een homo vaker aan het spelen is. Dat zie je het hier ook niet doen. Er is maar één diersoort dat homofobie bevat. En dat is de mensheid. Biertje? Of drink je niet? Eerst kwark. Eerst wil ik kwark. Oké. Okay. Klaar voor Sydney? Ik wel. Ja? Dat is pas volgend jaar. Gaat het lukken? Want jullie moeten best wel wat geld binnenhalen. Hè? Gaven we al aan, maar... Ik weet niet hoeveel kalenders wij moeten verkopen. Maar we schatten dat wij ook andere events moeten gaan doen. Willen wij dat halen? En jullie komen met een beker naar huis? Dat wordt moeilijk. We kunnen het niet beloven, maar we kunnen wel beloven dat we ons best gaan doen. Oké. Nou, wat een mooie reportage, hè? Hebt u er ook zo van genoten? Hè? Wat zijn sommige mensen toch goed bezig? En wat heerlijk dat het idealisme er vanaf spat. Juist in deze tijd van vercommercialisering van de maatschappij is het goed om de schijnwerpers te richten op de idealisten. Leven de idealisten!